Is de waarheid nu echt de waarheid? Wellicht heb je nog nooit over deze vraag nagedacht. En toch is deze interessant om eens te onderzoeken voor jezelf, zeker als je met situaties in je omgeving te maken hebt, waar mensen weerstand bieden tegen je, of dat ze in protest gaan, of het oneens met je zijn. Vandaar dat ik even dit modelletje erbij pak om dat op een bepaalde manier even uit te leggen. We hebben allemaal met bepaalde situaties te maken. Gebeurtenissen op het werk, gebeurtenissen in de privésituatie. En die gebeurtenissen nemen wij feitelijk waar via onze zintuigen. Wij noemen dit visueel, auditief, kinesthetisch, olfactoire, gustatief. Oftewel gewoon onze zintuigen. Dat nemen we waar en daar gaan wij in ons brein als het ware mee aan de slag. Oftewel, daar zitten allemaal filters die daar bepaalde mening over vormen, ideeën over naar voren komen. Oftewel, hoe zijn we daar de vorige keer mee omgegaan? Hè? Er zitten bepaalde herinneringen in ons. Maar ook, wat geloof ik? Wat vind ik nou belangrijk? Welke waarde hang ik aan? Of wat is nou de essentie van met welke reden we dit op een bepaalde manier moeten doen? Hoe heb ik vorige keer beslissingen genomen in een vergelijkende situatie? Maar ook, hoe werkt het feitelijk in ons brein? En waar zijn wij met name op gericht? Zijn we proactief of zijn we reactief? Of zijn we juist meer op de informatie ingericht? Of zijn we veel meer op de persoon toegespitst? Allemaal aspecten die feitelijk in een split second meewerken, waardoor er uiteindelijk een interne voorstelling ontstaat. En die interne voorstelling die jij van die situatie hebt, dat creëert dus als het ware weer een stemming. En die stemming zorgt er ook weer voor dat je in een bepaalde fysiologie komt. Want stel je voor dat het dan wat lastig is. Wat gebeurt er dan met je stemming? Je stemming die wordt dan wat grimmiger, wat bozer of wat meer nadenkend. Of dat je er zelfs misschien wel heel erg enthousiast over wordt. Dat zien wij onbewust terug in onze fysiologie. En dat zal die ander dus ook als het ware gaan bemerken. Dat vertaalt zich feitelijk naar gedrag toe. Hoe ik reageer op die ander. Hoe ik mijn mening uit. Hoe ik actie onderneem. Dat zien wij in het gedrag. Hetzelfde geldt natuurlijk voor die ander. Want die ander die is met diezelfde situatie, laat hij bijvoorbeeld een totaal ander gedrag zien. Waar gaan wij dan met name op in? Op dat gedrag van die ander. Want dat vinden we vervelend. Daar hebben we last van. Dat vinden we moeilijk. Maar hier willen wij eigenlijk op gaan sturen. Door te zeggen, ja, maar ik zou het anders doen. Of ik vind dat. Of ik denk dat jij daar anders over naar zou moeten kijken. Oftewel, dan ben je ook weer op het gedrag aan het sturen. En dat werkt vaak niet. Het interessante is om erachter te komen, wat gebeurt er als het ware in het hoofd bij die persoon? Hoe kan ik daarachter komen? En hoe kan ik beter begrijpen wat zijn gedrag veroorzaakt? Want als ik weet wat zijn gedrag veroorzaakt, dan kan ik daar uiteindelijk veel beter op sturen. Door bijvoorbeeld te vragen naar zijn overtuigingen. Door te weten hoe hij bepaalde beslissingen neemt op bepaalde herinneringen die hij heeft. En op het moment dat we dat doen, zal daar een betere interne voorstelling die hij meer naar jou toe zal uitspreken, dat wordt meer een externe voorstelling. En daar gaan we dus als het ware ook mee aan de slag in de training verbindend leiderschap. Dus wil jij hier iets meer over weten en zeg je, goh, ik wil wel eens even kennis maken, neem dan gerust contact met mij op en we plannen een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Bedankt voor het kijken.